De Russische luchtvaartautoriteiten hebben alle vluchten van de maatschappij Metrojet met vliegtuigen van het type Airbus A321 geschrapt. Een toestel van dit type stortte zaterdag neer boven de Sinaï. Turkije gaat naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De eerste stemlokalen gingen in het oosten van het land open. Het is de tweede keer in 5 maanden dat Turkije een nieuw parlement kiest. Automobilisten in Nederland staan volgens de ANWB gemiddeld langer in files. De zogeheten fileswaarte in Nederland is in oktober 16% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het merendeel van de Nederlandse kiezers vindt dat ook VVD-minister Melanie Schultz moet aftreden om het Vira-debakel. Dat blijkt uit peilingen van Maurice de Hond. PvdA-staatssecretaris Wilma Mansveld moest woensdag het veld ruimen vanwege een vernietigend rapport over de kwestie. De partij Voor Nederland gaat aangifte doen tegen het kabinet om het asielbeleid. Volgens partijleider Bram Moscovic worden daarmee 2 wetsartikelen overtreden, omdat er tussen de asielzoekers mogelijk IS-jihadisten zitten.